ik ben Johan van Espen, ik ben voorzitter van voetbalvereniging Schoendijke. En wij organiseren ieder jaar het Molenkreek toernooi. Vanavond spelen in het kader van dat toernooi spelen Schoendijk en Wolfsburg. Het is een toernooiwedstrijd, dus je kunt het zien als een vriendschappelijke wedstrijd. Alhoewel, er wordt wel gestreden om een beker. Dus de toernooiwinnaar, we hebben 6 deelnemende teams. Die zijn verdeeld in 2 poules van 3. En de nummers 1 die spelen zaterdag de finale. En de winnaar daarvan die ontvangt een beker. En dan hebben we ook nog een prijs voor de topscorer. Dus voor de speler die over heel dat toernooi, we zijn 12 augustus begonnen, 22 augustus is de laatste speeldag. En over heel dat toernooi de meeste doelpunten gescoord heeft, die krijgt ook een prijs. Ja. 5-0, dat is duidelijk. Ik denk dat het, als het allemaal wat beter loopt, dat het eigenlijk nog veel meer kan worden. Want ik denk dat Ozig 90% de bal heeft gehad. Maar goed, je maakt 5 doelpunten, je hebt lekker voetbal, je hebt minuten in de benen. En het is voorbereiding, hè? Dus alles is meegenomen natuurlijk. Maar ja, goed, het was lekker nat, hè, zoals ik al zien. Goed verzopen. Ja, over de wedstrijd. Nou ja, je zegt een fantastische wedstrijd, maar als Schoendijk naar 0-5 verliezen, natuurlijk geen super goede wedstrijd. Ook wel een beetje verwacht, maar ik denk dat het een goede oefenpot was. Een goede les voor de jongens. En we hebben lichtpuntjes gezien. Ik vond dat het achterin wel aardig ging, om het zo maar eens te zeggen. Het is nog niet verfijnd, maar ik heb zeker ook lichte puntjes gezien. En ik denk dat het een leerwedstrijd is. En we gaan op naar de volgende. En ik denk dat er toch wel potentie in het team zit. We gaan de goede kant uit. Ja, hoi! Ja, hoi! Dat was goed! Ja.